Er zijn meerdere manieren om je soundbar aan te sluiten op je televisie. Het kan namelijk met de optische poort, via de HDMI-poort, uh, analoog kan het of het kan zelfs draadloos in sommige gevallen. Daarna moet je op de televisie nog een kleine aanpassing doen in de instellingen. En het is goed om te weten dat je alle merken met elkaar kunt combineren als je een bedraad aansluit. Nou, om dit goed uit te leggen, draai ik even de soundbar om zodat je alle aansluitingen kunt zien. De meeste televisies en soundbars hebben een optische aansluiting. Nou, daarmee kun je hem dus eigenlijk vrijwel altijd mee verbinden. Het voordeel is dat je een 5.1 uh, surround signaal door kunt sturen via de optische poort en dat je een hoge geluidskwaliteit hebt. Wil je nou de allerhoogste geluidskwaliteit, zoals uh, Dolby True HD en DTS HD Master Audio, nou, dan kun je beter voor HDMI gaan. Hij heeft namelijk net iets meer mogelijkheden dan de optische aansluiting. Een belangrijk dingetje is wel dat de televisie een HDMI ARC-poort moet hebben, anders doet hij het niet, daar moet je hem ook op aansluiten. En heeft de soundbar meerdere HDMI-porten, sluit hem dan ook aan op de soundbar op de HDMI ARC-poort, Audio Return Channel. Analoog aansluiten kan wel, maar je wilt het eigenlijk niet. Je hebt dan namelijk alleen maar stereo geluid, je hebt minder goede geluidskwaliteit en je hebt geen overdracht van beeld. Nou in dit geval kan het eigenlijk alleen maar met de mini-jack. Een draadloze verbinding tussen de soundbar en de televisie via bluetooth of wifi raden we eigenlijk af vanwege een vertraging die kan oplopen. Tenzij het product aangeeft specifiek gemaakt te zijn voor een draadloze connectie tussen de soundbar en de televisie. Ten slotte moet je nog bij de instellingen van het geluid, moet je nog even de geluidsuitgang selecteren. Dus van de televisiespeakers waar die standaard op staat, selecteer je nu de poort waarop je de soundbar hebt aangesloten. Nou, in dit geval dus de optische poort. Dus dit zijn de manieren hoe je je soundbar kunt aansluiten op je televisie.